24 augustus 1972 zag mijn oudste dochter het levenslicht. En op deze datum, 24 augustus, is het de warmste dag sinds het begin van de meting van de KNMI, moet DVS 33 een bekerwedstrijd gaan spelen voor de KNVB-beker, een heuse KNVB-beker tegen AZSV. Daar wil ik het even niet over hebben. Ik wil eerst heel eerlijk aan Roeland, de trainer van DVS, vragen. Hoe was de evaluatie maandagavond? Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou ja, goed, we hebben met beelden hebben wij bekeken eigenlijk hoe wij door die gesloten defensie konden spelen. Welke keuzes we daarin hebben gemaakt. De tegengoals zagen er natuurlijk niet best uit. Al met al hebben we dat geprobeerd te laten zien. En daarna zijn wij gewoon weer het veld opgegaan en hebben we ons weer gericht op deze wedstrijd. Ja goed, dus we hebben wel even een nodige bekeken vanaf afgelopen zaterdag. Geen filmpjes laten zien van zeer gepassioneerde hockeymeiden, handbalmeiden, volleybalmeiden. Die met hun sport werkelijk met enorme passie bezig waren. En dat miste ik een beetje dat eerste kwartier bij DVS, alsof ze nog sliepen. Nou ja, kijk, het is altijd weer, daarom is de definitie van beleving, van passie en zo, dat is best wel moeilijk te omschrijven. Want je moet ook niet vergeten wat wij zaterdag de bal kregen en dat wij het spel moesten maken. En dat ligt ons wel, daar zijn we goed in. En hun hebben ons een aantal keren verrast zaterdag, waarin we gewoon niet goed stonden. Daar moeten we van leren. Ik ga er gewoon vanuit dat deze groep echt met de volle ambitie gewoon die wedstrijd ingaat en die wedstrijd probeert te spelen. Ja, het is afgelopen zaterdag, ja, je verwacht heel wat, maar het is ook weer allemaal nieuw. Dus we hebben het niet goed gedaan, laat het duidelijk zijn. Maar ik hoop dat we er wel weer van leren. Kun je daar ook wel eens kwaad over worden en die emotie naar de spelers overbrengen? Ja, natuurlijk wel. Maar goed, nogmaals, ik ga er ook vanuit dat mijn spelers er alles aan doen. Hè? Dus het maximaal uit zichzelf halen. En meer kun je gewoon niet doen. En fouten maken, dat hoort bij het leven. Alleen wij moeten gewoon zorgen dat we dat kunnen beperken. Dat we dat eruit halen. En daar moeten we het over hebben met elkaar. En dan moeten wij weer op trainen. Zodat wij de volgende wedstrijd weer beter staan. Heb je het gevoel dat ze vanavond met revanchegevoelens weer bezig gaan aan deze wedstrijd? AZSV, een tegenstander om niet te onderschatten. Nee, dat klopt. Het is gewoon een hele goede tegenstander. Dat sowieso. Revanche zijn ze denk ik niet meer bezig. Wij zijn gewoon bezig met. We willen ons plaatsen voor die beker. Dus in die loting terechtkomen. En daar zijn ze op gefocust. En daar staat ons gewoon een goede ploeg te wachten vandaag. Wat eigenlijk gewoon de afgelopen jaren steeds een stapje hoger heeft gemaakt. Redelijk de boel bij elkaar kan houden iedere keer. Een paar goede vervangers dit jaar erbij gekregen, zag ik. En zaterdag uitstekend begonnen. Dus wij zullen gewoon een hele goede wedstrijd moeten spelen. Willen we van deze ploeg winnen. Ja, en dat doe je zonder Kai Veld, zag ik. Klopt, Kai is niet helemaal topfit. Dus heeft ook niet kunnen trainen. Dus hij zit ook niet op de bank. Dus hopelijk is hij zaterdag wel weer erbij. Okay. En Daan Huiskamp op doel? Daan begint op de goal, inderdaad. Ja, die kiept op dit moment de bekerwedstrijd. Ja. Heb je nog een speciaal plan met Rico Wolfe als extra verdediger erbij? Of blijf je wel gewoon proberen het eigen systeem te spelen? Nou, kijk, hun spelen eigenlijk een beetje op dezelfde manier als ons. Dus 4-4-2 in een ruit. En wij willen in ieder geval zorgen dat we dat verdedigend goed hebben staan. Plus we willen kijken waar we onze winst kunnen halen. Dus overtal creëren. Met name op het middenveld. Dus vandaar dat wij eigenlijk in ons systeem wel op dezelfde manier gaan spelen. Alleen we zullen dus in de formatie, als we in balbezit zijn of als we aan het verdedigen zijn. Dan zullen we wat gaan schuiven met de formatie wat onze winst moet opleveren. We hopen vanavond op een fantastische voetbalavond en wensen we je heel veel succes mee. Dankjewel. En daar rolt de bal voor de eerste keer deze avond. Vanavond op het programma DVS 33 AZSV uit Aalten. Heiko Epen met een ruimte. Kijken wat hij daarmee kan gaan doen. Mooie bal daar op Maurice. De ruiter geeft de bal mooi daar aan
Oh, daar komt Denis Chabas net niet bij de bal. Frank Heus daar met Denis Chabas. Probeerde wat op te zetten. Slim duwtje daar van Hayri Pinashi. Joran Pot met een goede bal erop. Maurice de Ruiter. Die heeft nu ruimte. Denis Chabas sprint mee naar voren. Maurice de Ruiter haalt de achterlijn. Oh, daar hoeft hij alleen zijn voetje tegenaan te zetten. Maar deze kans gaat voorbij. Goed verdedigend werk daar van Heiko Heupen. Hayri Pinashi, Maurice de Ruiter, helemaal vrij gespeeld. Gaat schieten, schiet net naast. Mooie actie daar tussen Hayri Pinashi en Maurice de Ruiter. Schot verdwijnt een metertje naast de goal. Stijn Traar. Frank Heus let daar goed op, geeft de bal aan Denis Chabas. Moet gescoren op de voeten van de keeper. Nou, dit is een 100% kans, die moet er eigenlijk wel in. Ik had hem al geteld. Mooie combinatie van Joran Pot. Komt de bal bij Heiko Epen. Tussendoor daarop. Dat is een mooie bal, zeggen. Dan moet hij gaan scoren nu. En dat doet hij ook. Fantastische aanval door het midden. Over vele schijven. En aan het eind staat daar Denis Chabas. En die rondt die bal keurig af. 1-0 voor DVS 33. Komt die vrije trap. Gaat 16 meter binnen. Tweede paal daar. Zo, Joran Verzanten kopt de bal op zijn eigen lat. Dat is ook nog eens verdedigen. Maar gevaarlijk daar. Van die vrije trap. AZSV in de aanval. Een goede bal daar op nummer 21. Niek de Veluwe. Speelt die bal de 16 meter binnen. Daan Huiskamp kan niet bij die bal. En Rick van der Eerde tikt de 1-1 binnen in de eerste helft. Heiko Epen. Denis Chabas gestart daar. Gaat daar de 16 meter binnen. Geeft de bal aan, wil geven aan Frank Heus. Maar daar gaat Maurice eruit en gaat scoren. Goeie aanval over de zijkant door Denis Chabas. Bal komt terug via Joran Pot. Maurice de Ruiter kan van een metertje of 9 de bal goed in de hoek schieten. Zo komt DVS via Maurice de Ruiter op een 2-1 voorsprong tegen AZSV uit Aalten. Komt die vrije trap? Oh, die vliegt daar zo in bij de eerste paal. Scherpe vrije trap daar. En er zat nog iemand aan met zijn hoofd. Marcel Camara. Frank Heus. Geen balverlies daar. Gevaarlijk daar. Geen overtreding. Kan AZSV er vandoor met Soemauer aan de zijkant. Gaat schieten op die goal. Oh, daar loopt Rico Wolven goed in de weg. Goed, goed werk daar van Roald de Vries. Geeft de bal aan Denis Chabas. Kan 1-op-1 komen met de keeper. Wat gaat hij doen? Hij gaat schieten. En schiet hem naast. 100% kans. Maurice de Ruiter. Een man voorbij. Gaat de 16 meter binnen. En schiet de bal niet binnen. Frank Heus kan daar in tweede instantie ook niet afdrukken. En de goal maken. Hayri Pinashi. Mooie bal van Maurice de Ruiter. Op Denis Chabas gaat 1-op-1 komen met de keeper. En schiet hem nou keurig in de hoek. Keurig gevoetbald. Zij al van ze dringen aan. Hayri Pinashi verovert de bal. Maurice met een prachtig paasje tussendoor. Op Denis Chabas gaat de 16 meter binnen. En schiet hem keurig in de hoek. Zo komt DVS op een 3-2 voorsprong hier tegen AZSV. En eens even kijken of we dat gewoon nu ook kunnen vasthouden, die voorsprong. Heiko Epen. Mooie bal daar op Heiko Epen. Gaat de 16 meter binnen, schiet daar de 4-2 binnen. Heiko Epen, goed mee opgekomen. En, gezien het speelbeeld hoe hij vandaag speelt, verdient hij ook een doelpunt. Hij mag de 4-2 maken tegen AZSV. Ik denk dat de wedstrijd nu gespeeld is nadat hij zeker tot aan dit moment ontzettend spannend geweest is. Maar zo is AZSV dan nu toch over de knie. 4-2 voorsprong voor DVS 33. Achterin is daar Soemauro. Gaat naar binnen toe. Bal over de achterlijn. Daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Tweede ronde KNVB-beker. DVS 33 bekerdoor ten koste van AZSV.
toch, zoals vorig jaar, was het angstkekenen. Maar nu is het kawaii afgemaakt en DVS bekert een ronde verder. Vrijdag wordt er geloot en we hopen op een mooie club. Naast mij beide trainers van AZSV en DVS 33, Dennis van Toorn, welkom, en Roland ten Berge. Dennis, jouw eerste gedachtes over deze wedstrijd. Nou, DVS gefeliciteerd, dik verdiend. Ja, dik verdiend uiteindelijk. Dat lijkt mij wel, hè? Ja, dat lijkt me wel. Je hebt de wedstrijd gezien. Dus, ja. De eerste helft, wat vond je daarvan? Was je daar tevreden over? Ja, uiteindelijk de ruststand denk ik wel 1-1, maar het spelbeeld? Nou ja, duidelijk. Kijk, je weet, als je kwalitatief naast elkaar neer gaat zetten, dat DVS een bovenliggende partij is. Maar op deze manier heb je niet voor ogen. Ze kon elke keer de vrije man vinden. We hadden heel veel moeite met de wisselingen van de spits en de tien die er overheen kwam. We mochten hartstikke blij zijn dat we de rust in gingen met 1-1. De tweede helft hebben we het iets anders neergezet. Kregen we iets meer druk op ze. Maar uiteindelijk, als je de hele wedstrijd bekijkt, dan moet je... blij zijn dat het 4-2 gebleven is. Oké. Roland, dat kun je als een compliment opvatten, denk ik. Ja, wij beleefden het wel iets spannender natuurlijk. Maar goed, dat had natuurlijk ook wat... Kijk, ik vond ook dat wij vooral de eerste helft hadden we gewoon goed veldoverwicht. Hadden veel controle. Moest je deren afmaken. Je krijgt een paar goede kansen die je moet afmaken. Vooral op een gegeven moment krijg je een 3-1 situatie. En er komt nog geen goal uit. Dan doen we onszelf gewoon echt tekort. Maar wat vooral bijblijft is natuurlijk van als je een veldoverwicht hebt en je bent druk bezig eigenlijk om kansen te creëren, om je voorsprong uit te bouwen. En dat hun uit een balverovering van eigen helft, een diepe bal en een fantastische insnijdende bal, dat hun direct 1-1 maken. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw beginnen, weer het geduld opbrengen. Nou, de rust nog doorbesproken met elkaar, maak je 2-1 en dan vlak eroverheen een vrije bal die erin gaat. Ja, dat is voor spelers is dat natuurlijk enorm frustrerend. Dat je iedere keer maar het gevoel hebt van het gaat lekker nou, we zijn erdoor, we gaan het uitbreiden, die voorsprong. En dan krijg je weer een tik. Dus ik kan me voorstellen, en dat merkte op de bank ook, dat toch al wat spanning met zich meebracht. Van wanneer gaan we het afmaken? En uiteindelijk moet ik wel het team natuurlijk wel een groot compliment geven. Dat ze wel gewoon heel gedisciplineerd zijn blijven spelen. En toch gewoon hebben gedaan wat we afgesproken hadden. En uiteindelijk maak je dan wel 3-2, 4-2. En over de hele wedstrijd ook goede overwinning, dik verdiend gewonnen. En minpuntjes misschien, we moeten meer kansen afmaken nog. En die doelpunten die vielen niet uit gebrei en uiteindelijk het doelpunt, maar toch vrij snel beslissen en de diepte in. Ja, dus dat wel. je hoort wel veel van we moeten wat sneller diep spelen. Nou, je weet dat we gewoon heel geduldig in balbezit op de helft van tegenstander willen komen. Ja, soms kunnen we wat sneller diep spelen. Want vandaag hadden we denk ik wel een aantal goede momenten. Zeker richting Dennis Sebas. Dat we hem goed in de diepte konden bereiken. En dat we ook alleen voor de keeper kwamen daarmee met zulke ballen. Nou, en ik denk dat we de backs hebben vandaag iets hoger op kunnen zetten. Doordat Rico eigenlijk met de punten achter speelde. Maar iets meer kwamen we in driemaals opbouw te zitten. Backs wat dieper weg. En dan kun je op de zijkanten kun je het goed breed houden. Hoef je niet de hele tijd de kanten te knijpen. Ja, dat was wel prettig. En dan hou je met Joran en met Heidi in het centrum natuurlijk twee creatieve mensen. Die eigenlijk iedere keer de drie spitsen, of de twee spitsen met Frank eronder, in stelling konden brengen. Dus dat vond ik wel dat goed ging. Toch is een kwaliteit van AZSV dat ze DVS toch behoorlijk lang bezig hebben gehouden. Tot zeker de 70ste minuut in de tweede helft. Met een brokje opportunisme. Typisch AZSV of niet? Nou ja, kijk, als je kijkt naar het positiespel van DVS of van ons. Kijk, als je kijkt naar aannames, inpassing, doorbewegen. Ja, dan is DVS gewoon 3-4 keer verder. Dan moet je toch een stukje strijd tegenover zetten dan. Om een ploeg als DVS moeilijk te maken. En gelukkig, dat hebben wij wel in de ploeg zitten. Hè? Dus het zal niet opgeven. Maar het ziet er niet zo, gelikt uit als het soms bij DVS ziet. Uiteindelijk is het gewoon ook kwaliteit aan de bal. Hè? Van wat spelers van DVS kunnen brengen en wij.
we zullen het mee moeten doen. Wij kunnen niet zo inkopen. We zullen het allemaal uit eigen jongens verder moeten halen. En wat er uit de buurt een stapje hoger wil. Dus ja, elk jaar weer zullen we moeten strijden om in die hoofdklasse te blijven. En af en toe, als we dit soort uitschieters hebben, dan is het denk ik al hartstikke goed voor ons. In de hoofdklasse blijven? Jullie eindigen gewoon in de top 5, Dennis, hoor. Nee, maar dan, ik blijf erbij dat op het moment dat je dat wil, dan moet je veel meer controle kunnen houden in wedstrijden. Ook in balbezit veel beter het juiste moment. Kijk, je zag nu ook, weet je, wij moesten zoveel energie leggen in het, in zeg maar het afpakken van de bal. Ja, als je hem dan hebt, en je hebt eigenlijk niet meer de energie om dan nog goed explosief vrij te lopen, noem maar op. En je bent hem eigenlijk weer binnen 2-3 seconden kwijt. Ja, kijk, zolang wij dat niet kunnen, dan zul je nooit in de top 5 spelen in de hoofdklasse. Maar je hebt nog wel energie over om zaterdag SSC Putten, de buren, behoorlijk partij te geven, denk ik. Kijk, de jongens hebben nu weer 2 dagen vrij. Hè? Dus zaterdag moeten ze weer aan de bak. En ja, we zullen in de verzorging alles doen. En kijk, natuurlijk, zo vroeg in het seizoen is het hartstikke zwaar voor deze jongens ook. Dus maar, ja, we gaan ervan uit dat we weer alles aan kunnen doen. En we spelen op ons eigen veld. Hè? Dat scheelt ook altijd. Aas. Ja, alhoewel, die ligt er goed bij nu, Roland, hoor. AZSV, echte cupfighter, hoor. Blijft het voor mij, hoor. Roland, zaterdag Stedoco. Ja, ik wil nog wel even Dennis een compliment maken, want hij is best wel bescheiden. Maar hij heeft natuurlijk wel met dat ploegje behoorlijk wat bereikt al. Behoorlijk naar boven geklommen. En het is ook een kwaliteit natuurlijk om met de kansen die ze vandaag hebben gehad, maken ze toch weer 2 goals. Dat is ook een kwaliteit. Dus het geloof onderling in dat ploegje is natuurlijk fantastisch. En zaterdag een fantastische overwinning. Maar ik zal de drukte niet opleggen, Dennis. Maar wij steden ook op zaterdag, ja. Nou goed, volgens mij speelt ze ook een beetje op dezelfde manier. En dat bedoel ik mee qua formatie. Dus het wordt voor ons nog even goed kijken van hoe we dat gaan invullen, hoe we dat gaan oplossen. We willen natuurlijk ook naar wat vastigheid toe. Maar ja, er zal wel een groot verschil zijn tussen bijvoorbeeld Jong Groningen en de ploeg wat we zaterdag gaan tegenkomen. Dus morgen uitlopen en nog wat dingen voorbereiden voor zaterdag. En dan zorgen we dat we er weer staan. Veel succes met de voorbereiding. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met vanavond. Volgende ronde tegen Sparta Rotterdam, denk ik of zo. Wat jij wil, jongen. Oké, hey, dit is succes aanstaande zaterdag tegen SSC Putten. Dankjewel. En ja, succes met je ploegje. Gaat lukken. Oké, bedankt. Ja.